afsluitdijk is bijna 90 jaar oud en toe aan een stevige opknapbeurt. Zo krijgt de dijk aan de kant van de Waddenzee een hele nieuwe bekleding. Het ontwerp van die bekleding wordt vooraf onder zware omstandigheden getest. Kan de afsluitdijk straks een superstorm weerstaan? De testen vinden plaats in de Deltagoot van Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut voor onderzoek op het gebied van water en ondergrond. De Deltagoot van Deltares die kan de grootste kunstmatige golven van de wereld produceren. Dus wat dat betreft is dit wel de plek waar dit soort onderzoek bij uitstek uitgevoerd kan worden. Deze faciliteit is 300 meter lang, 5 meter breed en 9,5 meter diep. Wij hebben hier in de Deltagoot de afsluitdijk een aantal stukjes daarvan nagebouwd. En elk stukje gaan we dus beproeven met grote golven. Er zijn twee belangrijke criteria. Enerzijds hebben we het golfoverslagcriterium. Daar mag niet meer dan 10 liter per seconde per meter over de dijk heen gaan. En een tweede is dat er niet te veel vervorming mag optreden tijdens zo'n superstorm. De Deltagootproeven worden uitgevoerd in opdracht van Level, het bouwconsortium BAM van Oort en Rebel dat de afsluitdijk gaat versterken. De nieuwe bekleding bestaat aan de onderzijde uit innovatieve levelbloks, ook wel X-Block Plus. Het levelblok is een zeer robuust en duurzaam golfbrekerblok, wat niet alleen efficiënt en duurzaam is, maar ook veilig en makkelijk is te plaatsen. De nieuwe huid van de afsluitdijk zal straks bestaan uit onder andere 75.000 levelbloks, met elk een gewicht van zo'n 6.000 kilo. Ondanks dat dit heel veel beton is, wordt met de toepassing van dit blok ook heel veel beton bespaard. Wat uiteindelijk resulteert in een reductie van 56% CO2-uitstoot. Aan de bovenzijde komen quattro blocks, een nieuw type steenzetting. Ja, de level blocks en de quattro blocks zijn beide blokken die nieuw zijn ontwikkeld. Die voor het eerst nu op een groot project worden toegepast. Dat is wel spannend. Er zijn natuurlijk wel veel testen al mee gedaan. Dus dat geeft vertrouwen dat het ook goed gaat werken. Maar het is natuurlijk altijd spannend om te zien of het in deze opstelling, in dit ontwerp, goed gaat werken. Zo'n test die voeren wij uit. Dan vullen we dus de goot helemaal met water. Tot 2/3 is die dan gevuld. Hè. We hebben een groot golfschot. Dat gaat heen en weer. En dat genereert dan die golven. Eenmaal op die constructie, daar breken die golven op en die geven zoveel kracht erop dat er vervormingen gaan ontstaan. De golfoverslag wordt hier ook gemeten, want dat is een belangrijk criterium. Die golven die breken hier op de dijk die we hier hebben aangebracht en een beetje van dat water splasht er overheen. Nou, al dat water dat vangen we op in het reservoir achter de dijk en dat meten we met een paar sensoren die daarin zitten. En zo weten we precies hoeveel golfoverslag per uur over de dijk heen komt. Rijkswaterstaat, opdrachtgever van de versterking van de afsluitdijk, is nauw betrokken bij de testen in de Deltagoot. Ik vind het altijd super spectaculair om deze proeven te zien. Het zijn golven die nog niet eens op ware grootte zijn, schaal 1 op 3. Alsnog zitten de golven tussen van 2 meter hoog. Je voelt helemaal de trillingen van die golven. Het water spat tot aan je voeten. Dat is ontzettend spectaculair. We hebben voor de versterking van de afsluitdijk een vraag gesteld aan de aannemer die vrij abstract is. We hebben gezegd die afsluitdijk moet versterkt worden en die moet een hele forse storm kunnen weerstaan. Daarom hebben we de mogelijkheid geboden aan de aannemer om met hele nieuwe blokken te komen en een hele innovatief ontwerp te komen. Alleen omdat innovatieve ontwerpen zich nog niet hebben bewezen in de praktijk, willen we wel graag dat dat alsnog gebeurt en daarom hier op grote schaal in de Deltagoot. We hebben gemerkt dat de levelbloks heel stabiel zijn. We hebben ook gemerkt dat de quattrobloks heel stabiel zijn. We hebben in een enkel ontwerp misschien iets moeten verhogen en in andere ontwerpen andere delen weer wat kunnen optimaliseren. We hebben het bermblok iets aangepast, zodat de stabiliteit daarvan beter is. Hij blijft beter op zijn plek liggen en kan nu meerdere stormen achter elkaar aan, is gebleken, zonder dat er problemen optreden. De meerwaarde van de testen is dat aantoonbaar een optimale balans wordt gevonden tussen het voldoen aan de eisen van het ontwerp enerzijds en een optimaal materiaalgebruik anderzijds. De samenwerking tussen Deltares, Level en Rijkswaterstaat wordt ook wel de Gouden Driehoek genoemd.
Ja, dat is toch een bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven, de overheid en een kennisinstelling. En in deze driehoek hebben we ook heel positief en goed overleg en houden we elkaar scherp. Rijkswaterstaat ziet erop toe dat we natuurlijk voldoen aan alle eisen die ze hebben gesteld. Dataris die zorgt ervoor dat we dat ook op een goede manier testen en dat we de proeven zo doen dat het representatief is voor de condities die we buiten kunnen verwachten. En vanuit Level zorgen we ervoor dat ons ontwerp optimaal mogelijk is en dat we het ook, als het kan, binnen budget uitvoeren. Als de Deltagootproeven met succes zijn afgerond, kan het echte werk op de afsluitdijk beginnen. We hebben nu hier een deel van de afsluitdijk nagebouwd op schaal. Strakjes buiten het echte werk. Dus met levelblocks die nog eens 3 keer zo groot zijn. Dus dat wordt een nieuwe uitdaging waar ik erg naar uitkijk.